Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag 25 februari. Ik heb net lekker gewerkt. Ik open nu pas de vlog, omdat ik gewoon vanochtend zo erg moest haasten. Ik heb eventjes 2 uurtjes op mijn werk gewerkt. En toen daarna ben ik naar de H&M geweest, want ik had namelijk een pakketje daar zo. En dat ga ik jullie even laten zien. Onder andere deze hele leuke trui met Mona Lisa erop. En een jeans. En dan heb ik hier ook nog een heel groot pakket. Dus die ga ik nu met jullie openmaken. Oké, dit is dus het pakket. Ik ga het gewoon weer als een shoplog, zeg maar, met hoe ik het draag, zeg maar, weer zien. Laten zien aan jullie hoe ik het de vorige keer ook heb gedaan. Met muziekjes. Maar ik laat wel eerst de items zien. En dan daarna doe ik er gewoon leuk muziekje onder. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag, het is woensdag 26 februari. Ik heb me klaargemaakt, het is nu 11:15. Ik heb me klaargemaakt, want ik heb namelijk vandaag afgesproken met Sanne in de stad. We gaan wat dingetjes kopen voor een feestje van haar. En we gaan ook lekker lunchen, like always, iedere week en zo. Dus dit is wat ik aan heb, deze trui van SpongeBob, van de H&M. De broek, ik vind hem echt heel mooi zitten, ook vooral bij de achterkant. Ik vind hem heel leuk. Het enige wat ik wel minder vind is, zeg maar, dat, ja, dit haat ik dus. Kijk, zeg maar, dan heb je je voeten in beeld. Maar dat je, zeg maar, dit hebt, snap je wat ik bedoel? Zeg maar dat het in een punt loopt naar voren. Maar dan rol ik het, zeg maar, op. Dus dat is wat chill. Het regent buiten, maar ik moet nu gaan, want anders ben ik dadelijk weer te laat. Oh my god, jongens, ik ben dus onderweg. Kijk even dan. 5 minuten onderweg. En in mijn broek is al zeikens nat. Hè, gezellig hoor. Onderweg. Jezus, en de hele tijd vallen de druppels op mijn jas. En mijn jas is zo zeikens nat. Mijn god. Nee. Hele goede morgen allemaal. Het is vandaag donderdag 27 februari. Het is nu 9:05 en ik ben wakker. Ik ben nou helemaal klaargemaakt. Ik heb gedoucht. Dus Jamie is productief. Waarom ik zo vroeg op ben gestaan is omdat ik om 9:30 op mijn werk moet zijn. Dus dat betekent dat ik over ongeveer een 30 minuten op mijn werk moet zijn. Alleen ik moet daarvoor nog even boodschappen doen. Want vandaag bestaat mijn werk namelijk 2 jaar. Dus dat moet gevierd worden met taart, champagne, gezelligheid en zo. Dus dat moeten we allemaal nog even fixen. Dus dat ga ik zo ook even halen bij de app. En ondertussen ben ik ook weer stront verkouden. Echt, wat een drama. Maar goed, dat betekent ook dat ik mijn laptop mee moet nemen. Want ik ga eerst naar mijn werk. Dan gaan we een heleboel versieren daar zo. En dan daarna heb ik afgesproken met Tanina, want we gaan een vlog maken voor haar schoolopdracht, whatever, bij de bierfabriek. Dus dat is super leuk, dus moet ik wel mijn laptop meenemen en zo. En dan daarna ga ik weer naar werk om dat feestje te vieren. Dus ja, dit is wat ik draag. Deze trui van Jorik. De broek is van de H&M. Schoenen zijn van Villa. En dan neem ik mijn laptop mee. En dan neem ik jullie ook gezellig mee. Oh god, jongens, ben ik niet prachtig met deze hele mooie... Nee, niet echt. Hou je mond. Maar we lopen dus nu naar de opdracht. Voor Tanene, want die heeft een afspraak. Ik zei de hele tijd bierfabriek, maar het is blijkbaar niet de bierfabriek. Het is iets totaal anders. Ja. Waar is dit eigenlijk? Ik heb echt geen zin om nog verder te gaan lopen. Maar goed, we zijn daar misschien 1,5 uur tot 1 uurtje. En dan gaan we daarna lekker de vlog editen. Dus daar heb ik ook super veel zin in. Ik loop hier gewoon met Haagse laptop en zo op mijn schoot. Op mijn elleboog, denk ik. Het regent niet eens meer, vriendin. Nee, oh jawel, toch wel. Niks gezegd. Maar ja, we gaan dus nu lekker eventjes daarheen lopen. En dan spreek ik jullie later.
Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag 29 februari. Het is nu rond 10:15. Ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb net gedoucht. Ik heb deze trui aan van Jorik. Ik heb de broek aan van de H&M. Schoenen van Villa. En ik ga vandaag werken. Ik werk vandaag van 11 tot 5. En dan vanavond heb ik een soort van mijn eerste deel van mijn pre-birthday party. Want Cindy komt en Kiara komt. Dus daar heb ik super veel zin in. En dan blijf ik hier vanavond slapen. Want morgen gaan we naar Amsterdam. Naar het concert van Mabel. En daar hebben we ook een hotel in Amsterdam. Dus dat is super relaxed. Ik moet heel even een dekbed terugbrengen. Want ik had de verkeerde maat gekocht. Die ligt daarboven. Ik had dus de verkeerde maat gekocht. Ik heb zeg maar een bed van 200 bij 200. Alleen ik had hem van 160 naar 200 gekocht. Per ongeluk, want dat wist ik niet. Dus die ga ik eerst even terugbrengen en daarna lekker werken. Oké, zoals jullie kunnen zien is het nu een paar uur later. Ik zit lekker op de bank. Ik ben met Cindy. Hey! En weet je chips. En ik ben met Kiara. Hey! En dit is letterlijk deel 1 van mijn birthday party. Super zin in. Het is nu rond 21:21. Doe een wens. Doe een wens. Doe een wens. En we zitten lekker in de Zoeterrein te chillen. En ik moet mijn koffer nog inpakken. Want morgen ga ik naar Amsterdam. Hoe laat trouwens? Weet ik nog niet. Ik ga sowieso wel uitslapen morgen. Want ik ga niet om 1 uur. Hoe gaan wij trouwens daarheen? Bus. Vriendin, bus. Weet je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik. Okay. Maar goed. Hè? Gezel. Ik ben van die gekke kattenfilmpjes aan het kijken. Ik ga stuk. Ja. Hé, hey, zo sta je ook altijd onder de douche is met je mond. Is dezelfde kat die ook in die waspak lag? Nee, wel. Ah, oh, dit vind ik cute. Ga ja, of met schoenen rijden. Eeuw, je likte me bijna. Coronavirus. Oké, okay, later zin, was gezellig. Doei. Goedemorgen. Het is vandaag zondag 1 maart. En we zitten in de trein. We hebben net eten gehaald hier. Koffertjes staan hier. Kiara is er ook nog. Hey. En vandaag is de dag. Vandaag gaan wij naar het concert van Mabel. En ik heb er super veel zin in. En ja, even heel eerlijk, hoeveel zin heb jij in dat concert? Ik heb er onwijs veel zin in. Ik ben echt heel erg benieuwd. Wat is je favoriete liedje? Ik vind het allemaal wel. Ik kan niet echt kiezen. Ik heb niet echt een keuze. Mijne is Don't Call Me Up en Mad Love. Dus ja. Oh. Ik heb een beetje hier goed licht, jongens. En ondertussen ben ik lekker een nieuwe liedje van Inke Blas aan het luisteren. Dus ik drink nu koffie. En ik heb trouwens ook mijn laptop mee, want morgen is natuurlijk een editdag, dus, of uploaddag. Dus ik moet gewoon uploaden voor jullie. En anders komt hij een keertje gewoon wat later online. Dat vinden jullie vast ook niet erg. Maar het zijn wel hele leuke beelden. En ik vond vandaag ook Bradley nog tegen. Of die zie ik ook nog. Dus superleuk! Oh my god jongens, we hebben op het nippertje de trein richting Amsterdam gehaald. Want anders moesten we overstappen op Schiphol. En dan moesten we met de Intercity direct, moesten van Schiphol naar Amsterdam. En dan kwamen we echt gewoon niet op tijd. Maar ik heb zo hard gerend voor mijn leven. Het was misschien 2 seconden rennen, maar mijn conditie is echt fucked up. Dus we zitten hier nu lekker te chillen. We hebben lekker een stoeltje naast ons. En Kiar, die heeft hier een stoeltje naast haar. Dit is een beetje dirty. Ik hoop dat we alle spullen bij ons hebben. Ja, we hebben alle belangrijke spullen die we moesten hebben. Hebben we mee? Ik weet niet, ik ben echt... Oh my god, Kiara heeft een ladder en een panty. En we zitten net nog niet eens 3 seconden op deze trein. Dat was echt super relaxed. Ach, wat ben ik blij dat we gewoon relaxings hebben. Ik heb gewoon totaal geen stress of whatever. Ik voel me goed. Ik zit lekker in mijn vel. En vanavond gaan we
Mabel zien. Oké jongens, we lopen in Amsterdam. Kijk even. Oeh. Zo leuk. En kijk, we lopen hier. En we gaan nu richting het hotel, want we gaan even de spullen dumpen. En dat moet ook gebeuren. Want ja, dat is gewoon belangrijk, want anders lopen we de hele tijd met dit. Ik vind het zo leuk om hier weer te zijn. Ik ben hier denk ik, wat zal het zijn? De laatste keer dat ik in Amsterdam was, I can't remember that for myself. Wanneer was jouw laatste keer dat jij hier was? Huh? Ik weet niet, lang geleden. Echt super lang geleden. We gaan lekker naar het hotel en dan geef ik jullie daar wel een leuke roomtour door het hotel. Ja. Nou jongens, we zijn daar. We gaan nu lekker naar de kamer. We zijn aangekomen in het hotel. We slapen in het NH Amsterdam City Center ding hotel. Het is een super gaaf hotel. Ik ga jullie nu even een roomtour geven. Hey, dit is dus de voordeur. Dan heb je hier zeg maar wat licht. Dan is dit de badkamer met een spiegel. Woo! I feel good. Ik ga altijd zingen als ik in de badkamer sta. Wc'tje. We hebben een bad, dat wist ik niet. Dus ik ga dadelijk even naar Lush om een mooie bruisbal te kopen. Dan gaan we hierheen. Dat is een kast. Wat zit hierin? Nou, niet zo heel veel boeiend. Nou, hier heb ik een thee. Hier hebben we een kledingding die we niet gaan gebruiken. En een strijkplank en whatever. Dan hebben we hier de kamer. Hey Kiaar! Met bedje 1, bedje 2, stoelen, een nachtkastje, een bureautje met een televisie, mijn jas, twee stoeltjes, een lamp. En dit is ons prachtig, ons prachtige uitzicht. Ik weet niet of jullie het zien. Heel mooi. We kijken niet uit op het centrum, maar gewoon, ja, we slapen wel een soort van in het centrum. Dus we gaan lekker chillen. We gaan zo meteen lekker het centrum in. Het is nu 5:05 en we zijn er, Kiaar! We hebben een koelkast. Huh? Zo chill, oh my god! Ik heb zeg maar... Oh, nog harder de deur dicht doen. Oké, maar even... Oh, heerlijk jongens. Wat gaan wij lekker slapen vanavond. Maar nu gaan we naar het centrum. Maar eerst plassen, want dat moet ik ook nog doen. En Kiaar en ik lopen buiten. Zonder jas, want het is echt 30 graden. Nee, dat is het niet. Maar we gaan nu lekker het centrum in. En het is letterlijk 5 minuten lopen naar het centrum. En we zijn in het centrum van Amsterdam. En de Melkweg zit er ook heel bij. En de Melkweg zit zeg maar ook vlakbij. Dus we gaan lekker shoppen. Kiaar gaat even kijken voor een goedkoop spijker iets. Want die heeft het koud en ik heb deze Jorik trui aan. Dus oh my god, ik ben zo blij jongens dat ik hier gewoon weer ben. Lekker in mijn favorite city, naast Delft, ben ik gewoon weer in Amsterdam. Love it! Oké jongens, we lopen nu hier en daarboven, zeg maar hier, wordt RTL Boulevard opgenomen. Hoe leuk is dat? We lopen gewoon langs de studio van RTL Boulevard. Oké, we hebben lekker geshopt. Kiaar, wat heb je allemaal gekocht? Shoplog dadelijk in de hotel. Ja. We gaan nu richting Mackie lopen. En dan gaan we lekker wat eten. En dan gaan jullie dadelijk allemaal zien wat ik nou heb gekocht. Oké, ik sta dus nu eventjes in de wc. Maar de wc hier, jongens, is zo mooi. Kijk even. Met dit en dan heb je zeg maar dit. En dit echt alsof ik in een spa ben of zo. Echt, ik vind dit behang ook echt heel mooi. Oh my god, love it. We zijn weer terug in de hotelkamer. We hebben Mackie. Kiaar is lekker Mackie aan het eten. Mijn tas staat hier. En ondertussen ben ik aan het inloggen op de wifi. Want we gaan vlogjes kijken. Oké, ik had je nog even beloofd wat ik allemaal had gekocht vandaag in de stad. Onder andere ben ik bij Lush geweest en daar heb ik de Groovy Kind of Love gekocht. Dat is een bruisbal. Superleuk, superlekker ruikt die. Ik ga hem niet openmaken, maar ik ga hem vanavond na het concert misschien nog in bad gebruiken. En anders gebruik ik hem lekker thuis in mijn bad. Toen ben ik bij de H&M geweest en daar heb ik sokken gekocht omdat ik mijn sokken ben vergeten. En deze waren €7,99. En dan ben ik goed geslaagd bij de Topshop, Topman of zo. Als eerste dit witte colletje.
super leuk. En ik had nog geen witte kool. En wat heel grappig was, was dat van alles 20% korting er overheen ging. Dus deze heb ik uiteindelijk maar voor 8 euro gescoord. Ik ben de laatste tijd hier een beetje in van die hoodies, zeg maar, die je dan zo met een rits kan dichten. Dan vind ik het heel erg leuk. In deze kleur, deze had ik nog niet. En ik heb hem ook nog in deze kleur gekocht. En die vond ik heel leuk. Dus dit was alles wat ik heb gekocht. We zitten dus nu in de bar en we hebben letterlijk mojito's besteld. Ik heb hem natuurlijk een alcoholvrije, want ik drink niet. En Kiara is nu buiten haar longen aan het vergooien. Samen met Myrthe. Ik zit hier met Bradley. Hi. En we dragen allebei dezelfde pet. Outfit. Ik draag dit kolletje van ASOS. Dit dingetje ook van de ASOS. Ik ben nieuwe postbezorger, wil je een brief? Daily Paper broek. En natuurlijk de schoenen van Nike. En ja, ik ga dus nu een alcoholvrije mojito. Super lekker. Cheers! Dit ziet er zo raar uit. Oké, zoals je kan zien ben ik weer thuis. Ik heb trouwens nu mijn Mabel shirtje aan. Ik ga lekker in dit zitten. Ik heb bij Lush heb ik een bruisbal gekocht. De Groovy Kind of Love. En ik dacht, ik ga lekker in bad. En het is nu, even kijken, het is nu bijna 11 uur. En ik ga lekker in bad. Alleen deze trui is veel te klein. Ja, hij is echt heel klein. Ik lig al letterlijk 35 seconden in een scheur. Maar besef, hij zegt, ik zeg, is die... kijk waar die zit hier, bij de oksel. Dit moet hier zitten. Ik zeg letterlijk tegen die man van, is de trui oversized? Hij zegt, ja, de trui is oversized, bla bla bla. En toen dacht ik, nou oké, ik geloof hem wel. Nou, vervolgens trek ik hem aan. Zit die krap? Kijk. Er zit echt krap hier. Oh my god. Voor de rest vind ik hem wel op zich een leuke trui. Maar het is zo zonde. Ja. Het is zo zonde, maar we gaan lekker... We hebben nog even lekker bij de Albert Heijn snackjes gehaald. Ik heb watermeloen. Ik heb limonadesiroop. Ik heb Lipton Ice Tea. Kiara heeft hem net laten vallen op grond. Kiara heeft taxi. We hebben Oreo's. We hebben dit nog gekocht. Dus ja, we gaan
lekker film kijken. En dan gaan we lekker slapen daarna. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even een comment achter te laten met wat jouw favoriete Mabel-nummer is. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Die volgende week vanuit het hotel start. Ja, jullie kunnen gewoon kijken. Tot volgende week. Doei doei.